Elke dag ben jij Fappie. Eén keer per dag. Eén keer per dag. Mr. Fappie Chula. In de avond, middag, wanneer? Ik zeg je eerlijk. De afgelopen 3 maanden was ik er elke dag. Misschien ben ik 2 dagen niet geweest. Wauw. Oké, okay. Jij bent daar echt Mr. Fappie. Elke personeelslid kent mij. Dames en heren, welkom bij een nieuwe Op 1 Lijn. En dit keer ben ik met... Mario Cash, a.k.a. Mr. Init. Mr. Init, Mr. Bangladesh. Vaka dan? Init, man, papa. Rustig? Vaka, bro? Kultjes? Ja, man. Hoe kom je op die Bangladesh dan? Waar is dat ontstaan, zeg maar? Die van Bondes, man. Bondes. Ja, hij heeft het... Bondes was mijn grootste inspiratie vroeger in de bias. Dus ja, ik dacht gewoon, ik ga die shit voortzetten en... Ja, ik dacht gewoon, let's get it in, man. We gaan er gewoon tape van maken. Maar toen je bias had, kende je Hef toen ook al of toen nog niet eens? Ja, 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 wel. Maar daarvoor ook ging ik gewoon zijn tracks luisteren en shit. Mm-hmm. En ja, man, ik pompte zijn shit gewoon altijd. En het pakte gewoon goed uit voor die niggas in de bias, voor die niggas in de street. Ja. En ja, man, we pompten die shit gewoon met volle teugen, man. En kwam die link op vanaf daar ook, met Hef? Nee, man, vanuit Seppa, man. Vanuit Seppa, ja. Ja, man, shout out naar Seppa voor die. Mm-hmm. Je weet toch? Ik had al eerder contact met Killa Kizi en zo. Je weet toch? Die man kwam altijd in de streets daar. Mm-hmm. En Seppa had een studio sessie met Bondi. Mm-hmm. En hij zei: Kom checken, man. Bondes is er. Dit. Ik zeg: Don't worry, man. Ik kom direct. Je weet toch? Pull up. En toen was ik pas vrij ook, je weet toch? En niet eens kort daarna of zo. Ik leerde Bondi kennen en zo. Maar niet eens kort daarna werd ik ook meteen weer opgepakt. Mm-hmm. Dus we hadden wel een pokoe gemaakt, maar er kon nog niet eens echt wat van komen door die detentie. En, precies. Ja, maar ja. Maar uiteindelijk. We zijn er, je weet toch? We hebben toch wat neer. Dus van, ik ga even naar de oudere tune van je. Kakkerlak. Nigger, ik ben motherfucking schoon. Geen PGP, maar ik kan praten aan de phone. Alles wat je wil vertellen, nigger, zeg het me gewoon. Ben niet vies van hop tillen, want ik heb er nog gewoon. Ik was een tijdje weg, want ik zat jaren in de chill. Als we praten over poeder, heb ik het niet over mil. Mannen dromen over tonnen, quillen. Ja toch, hoeveel jaren was je uiteindelijk in de gym? Want je was inderdaad een tijd weg. Ja. Hoeveel jaar is dat ongeveer? Met alles bijgerekend. Je weet toch, ik wil eigenlijk niet eens veel over praten, maar ik zeg je sowieso, ik kan sowieso een zoon zien opgroeien, 16 jaar sowieso, van mijn leven weg. Yeah? Oké, veel meer dan ik dacht nog. Ja, man, jeugddetentie ook nog. Je weet toch, had ik ook pijn, ik zat in internaten, jeugdgevangenissen, dus al die modellen kwamen ook erbij, je weet toch. Precies. En ik was nooit langer dan 2-3 maanden buiten. Ik kon het nooit lang volhouden, want ik dacht altijd geld. Ja, ik moet geld hebben of iemand die gangster doet, moet ik gewoon klappen. Of je weet toch, ik wil gewoon die hele man zijn. Ik dacht, ik moet die man zijn. Mm-hmm. Niemand kan me lullen, mijn geest lullen. Ik moet het meteen voor je weghalen, je weet toch. Yeah. Je weet toch, bij naarmate je volwassenen wordt en je komt de hele tijd vast te zitten en je denkt van, wat heb je eigenlijk bereikt? Mensen praten de hele tijd tegen je, maar je zit de hele tijd vast. Dit, dat. Ik bel mijn matties op. Ik bel F op. En al die mannen. Ik zeg ze van, hey G, hoor deze dingen. Ze zeggen, ja, hard. Je bent wel hard. En dit, dat. Maar hou je het vol. Ga je wel je tracks kunnen uitbrengen. Dit, dat. Je zegt wel de hele tijd, deze keer ga ik echt op mijn muziek. Maar hou je het wel vol. En nooit hadden ze die vertrouwen in me. En ze waren geschrokken laatst van. Ze zeggen, maar we zijn echt trots op je. Dik. Veel mensen zeggen me ook van, we zijn trots op je. Hoe je het zo lang hebt volgehouden. Ik ben nu 1,5 jaartje buiten. Sterk. Dit is de langste periode ooit. Dat je gewoon, dat zeg ik, maar, niet meer, dat ik meer niet, buiten. Ja, toch, snap je? Dus er waren wel een paar, kleine akkefietjes met de politie, dat ze me kwamen halen en zo, maar dat was gewoon één dagje dat ze me houden. En je weet toch, ze hadden niet echt veel
Je weet toch, ik hou me niet meer echt bezig met criminele activiteiten. Yep. Ik ben gewoon de hele dag in de studio. From a zero to a hundred real quick. Ik mes je hele face up als ik run up with a stick. Sowieso a hundred drum in de clip. Van ik hoef niet eens te richten als ik op een nigga mik. Ik ben de realest. Hoor ze zeggen en blijf zeggen, vrienden realest. Ik ben geen grote, maar we supply aan die dealers. We blijven stoten of we leven van die finos. Schiet nog een clip, want mijn leven is een kino. In deze track zeg je ook, real niggas tuchten niet, maar zitten hun straf uit. Ja toch. Wat houdt dat in van? Want heb je ook situaties meegemaakt waar het helemaal anders gaat? G, laat me je zeggen, G. Als je bereid bent om echte mannen dingen te doen, moet je je straf zitten als een echte man. Je hersen op nul zetten en gewoon je straf uitzitten zonder te huilen, tuchten. Snap je? Ik zit in de bias. Ik heb altijd mijn privileges gehad. Snap je? Omdat, je weet toch, je moet... Snap je, is niet om stoer te doen, maar ze weten gewoon, is niet van status of iets, dat, maar ik ben gewoon, ik gedraag me, ik ben, je weet toch, ik ben altijd gewoon stil, altijd in de bias. En ze kenden me ook van jaren van tevoren en gasten blijven gewoon banken, pop, 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 hey bewaarder, waarom is hij open, waarom is hij die open, en waarom, ik moet dat bellen, ik moet advocaat bellen, je moet geen advocaat bellen, je wil gewoon mensen dingen komen kijken op die paviljoen en je loopt de tuchten in jezelf. Ja. Snap je, G? Zet je koude straf uit en zit het als een man, kijk tv of zo Nickelodeon en je lacht je suf. Slaap iets of doe iets, ga naar arbeid, ga werken, doe iets nuttigs. Heb je niks nuttigs te doen? Ga pokoe schrijven of gedichtjes. Ga je naar je chickies Valentijns dingetjes schrijven of zo. Ik ging gewoon mijn track schrijven. Ja. Waardoor ik niet ging tuchten. En ik, snap je, ik zeg je. Van wanneer ik mijn muziek maak, word ik gewoon super vrolijk. En niet dat de bias me vrolijk maakte. Ja. Of niet dat ik me thuis voelde. Maar ik zeg je eerlijk. Ik had er geen... Je weet toch... Ik had er geen stress mee. Ik had er geen stress. Omdat ik ging gewoon mijn muziek doen. Ik had, je weet toch? Ja, als jullie mij willen vinden, G. Yeah. Je weet toch? Of killen zoeken mij, G. Ik ben elke dag in Fapiano's, G. Call me Mr. Fapichulo. Fapichulo. Ben je elke dag Fapiano? Welke? Gewoon alle Fapiano's. Seintje. Seintje. Dat is jouw spot. Oosterdokkade. Maar letterlijk elke dag? Ik ben elke dag daar. Als je mijn snaps kent, broer, iedereen, al mijn fans weten. Weten. Ze roepen mij Fappie Chulo of Mr. Fappie. Yeah. Ze weten gewoon van, Welke neem je? Welke? Ik neem fusilli, carbonara, salmon. Oké, okay. Elke met dag. Met stokbrood, elke dag. En wanneer ik misselijk ervan word, dan neem ik gewoon met beef, met rund. Ja. Yeah. Je weet toch? No varken, no pik, no lekken. Maar dat is, dus elke dag ben jij Fappie. Eén keer per dag. Eén keer per dag. Fappie in de avond, middag, wanneer? Ik zeg je eerlijk, de afgelopen 3 maanden was ik er elke dag. Misschien ben ik 2 dagen niet geweest. Wauw. Oké, okay. Jij bent daar echt Mr. Fappie. Elke personeelslid kent mij. Oké, okay. Ze weten, als jij binnenkomt, weten ze gewoon wat ze moeten... Ik hoef niks meer te zeggen. Ze weten don't talk too much. We don't talk too much. In it. Ze weten sowieso, shout-out naar Fappie. Deze tune, Omin Jalas, ook van Mario Cash, ook van Bangladesh. Go stream. Ik ga iets harder voor jullie zetten. Dit is een van mijn favoriete pokoes. Ook, ja man. Omdat het is gewoon... Ik wil die motherfuckers laten zien van... Ik ben ook goed met autotune. Don't get it twisted. Ik kan het ook finessen. Omin Jalas in mijn app. Omin Jalas in mijn snap. Omin Jalas in mijn trap. Omin Jalas worden gek. Omin Jalas in mijn app. Omin Jalas in mijn snap. Omin Jalas in mijn trap. Omin Jalas worden gek. Want we willen scheuren. Ja, we willen scheuren. We willen alle kleuren. We willen scheuren. Aan wat scheur jij? Je gaat sowieso van piano, weet ik nu. Elke dag. Maar heb je nog meer echt dingen die je echt moet hebben? Broer, je zou eigenlijk denken dat ik kom uit Rotterdam, man. Dat ik zou komen uit Spijkernissen of zo. Yeah. Man. Ik ben een fucking spijker, man. Ik zit sterk op mijn money. Ja. Yeah. Ja, man. Je bent spijkeren. Als ik moet, ga ik naar de Wibra. Uh-huh. Weet je toch? Ik ben zo'n vieze nigger. Ik ga gewoon naar de Wibra. Jullie zien dat ik draag gewoon Nike. Ik draag geen dure dingetjes. Misschien mag ik één keer... Ja, even een Louis bril. Een brilletje, of een riem, of dit, dat maar.
Je weet toch, dat zijn gewoon heel in de... Met kerst of op mijn verjaardag, snap je? Ja. Ik ben niet... Ik ben heel simpel hoor. Hé schatje, ga niet denken, we gaan naar 5-sterren hotel en dit en breng je naar... Fappy. Snap je wat ik bedoel? Gewoon lekker simpel. Ja. Het is warm hier. Het is zo heet hier. Kan niet eens raam open, vrachtwagen, chill daar. Fuck ons op. Geluid gaat fucked up als ik die raam open doe. Dus we strijden even, we strijden even. Nee. Maar het komt altijd goed. Je hebt een trek. Is het echt ook al? Yo, mijn moeder staat vast, maar mijn tante was een voor me. Ook al was er niets, maar alles was er voor me. Er was genoeg eten, maar man, ik had honger. Mijn handen kregen jeuk en ik trok het niet lang. Yo, mijn moeder staat vast, maar mijn tante was er voor me. Ook al was er niets, maar alles Hoe was er voor me. Kwam je erbij van, hey, ja man, er moet sowieso een track voor mijn moeder op. Was dat een bewuste set? Was dat zo gelopen gewoon? Nee man. Aka Beats. Sowieso, shout-out naar jou, man. Ik heb na Om in Love of zo, heb ik niet echt mijn gevoel echt meer kunnen uiten op een beat. En op die van jou kwam het echt weer eruit. Omdat jij maakt beats met verhaallijnen. En ik vind dat gewoon tof. Sowieso, ga zo door. Die dingen kwamen gewoon in me op. Ik hoorde die verhaallijn, die beatlijn. G, het kwam zo raar in een model, hè. Ik hoorde meteen... Jongen, dat is wat vast en mijn tante was er voor me. En kijk hier, weet je wat het was? Mensen zeiden meer van, hey G, waarom rap je altijd agressief? Ja. Waarom doe je dit, dat? Hey, we hebben Om in Love gezien, man. Dit, dat. We willen meer van zulke shit en dit, dat. En het kwam niet eens bewust van, hey. Omdat hij dat heeft gezegd of dit, dat. Het kwam gewoon van, ja man, die mannen vinden dat hard. Dus dan moet ik ook wel gewoon even mijn verhaal vertellen. Ja. Een beetje in die model hoe het ook is verlopen. Precies. En waarom ik me zo gedraag. Ja. En waarom ik vroeger zo onhandelbaar was. Wat voor invloed had dat op jou vroeger? Want weet je daardoor, je moeder staat vast tegen je uit. Weet je daardoor onhandelbaar? Was je gewoon boos? Ja toch, ik was boos. Mijn moeder was er niet. Ja. Mijn tante was er wel van me. Is wat ik je uit wil leggen. Je kan het horen. Je moet het niet. Letterlijk zo opvatten, zoals ik het zeg. Tuurlijk. Maar je moet denken met dubbelzinnigheid. Van hoe ik het uitleg. Mijn moeder was er niet, maar mijn tante was er voor me. Ook al was er niets, maar alles was er voor me. Er was genoeg eten, maar man, ik had honger. Dus dat wil ik zeggen. Honger. Mijn moeder was er niet. Snap je? Ja. Maar er was wel alles voor me. Mijn tante ging goed voor ons zorgen. Ja. Don't get it twisted, hè. Snap je? Maar... Ik wou niet bij mijn tante zijn. Ik wou gewoon bij mijn moeder zijn. Iedereen wil bij zijn moeder zijn als kind. Je weet toch, ik ben nog jong. Ik was 8 jaar, 9 jaar. Snap je wat ik bedoel? Ik wil gewoon bij mijn moeder zijn. En dan wat nu? Je gaat dit daar niet. Je gaat je niet lekker in je vel voelen. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik thuis, ga ik weg, ga ik op straat, ga ik stelen, dat. Ik kan geen betere band met mijn broer hebben, omdat je weet toch, hij woont ook bij ons, maar ik ben nooit thuis, omdat ik blijf weg, de hele tijd dat, gaan stelen en zo. En die gasten, ze zeiden, I know, G, je moet gewoon gedragen, dat. Ik kon me niet bedwingen. Ik ging gewoon lijpe shit doen. Broer, ik kwam in de studio. One take. Geen in stukjes. En dat gewoon meteen. Dat had je laatst inderdaad ook op Insta. One take. Doe je nog steeds op dat? Of nu? Af en toe slip ik, man. Af en toe slip. Ja, man. Hoort erbij. Af en toe slip ik. Hoort erbij. Omdat waarom ik het slip. Kijk hier, ik kan het wel one take doen. Ja. Maar dan kwam het slordig. Ja, dus je denkt ik ga het gewoon netjes... Nee, nu zijn we op andere... professionaliteit. We willen professionaliteit, kwaliteit. See. Dus we gaan gewoon die model, maar die van laatst was one take. Meteen kaki. Boos. Je weet toch, een beetje leren, Wat? Ik ga jullie iets meegeven. Ja. Wat je in de war kan brengen in de studio. Waardoor je vibe niet echt krijgt op die beat en zo. Is dat je je telefoon in je hand houdt. Dat je tekst moet lezen. Snap je? Je kan het gewoon beter eerst gewoon een beetje leren, leren. En dan ga je uit je hoofd. Ga je daar, dan heb je het met meer gevoel. Ja. Met meer emotie. En dan komt het ook lekkerder. Ja. En ik ga je eerlijk zeggen, zo pakt het beter uit voor mij, voor iedereen. En voor iedereen die dit hanteert. Mensen, iedereen die rap nog opkoming is of iets. Of misschien als je niet opkoming bent, neem het mee. Ga mijn EP streamen, Bangladesh. En check Top 600 ook even voor de zekerheid.
En volg me op Instagram, Mario-Cash. En abonneer op de Cash City kanaal. Binnenkort komen veel enge modellisaties. Abonneer op de Fano Holwijnse kanaal. Die man showt major love. Die man steunt de Belmer. En je kan het zien, G. Die man steunt echt de Belmer. Je weet toch, hij helpt niggas gewoon uit de godder en shit. Zo shine. Veel shine. Major love. Cash City, Mario Cash, Bangladesh. En tot volgende week. Laat in de reacties weten wie jij wil dat hier komt. Love! Ik rap voor Doekoe. Iedereen die zegt dat het niet voor Doekoe rapt, is fake, man, broer. Je gelooft het niet? Nee, man, is fake, man. Dus als iemand zegt van, hey, nou ja, ik vind muziek maken, kijk, het is ook voor Doekoe, maar ik vind muziek maken gewoon leuk. Nou, man. Nee, kan niet. Nee, man, kan niet, man. Ja, als je niet aan bent, broer. Ja. Ik bedoel, de rappers die aan zijn, rappen voor Doekoe, broer.